Prikken van dirigeerde koorts of wat reisadvies. Die kennen we allicht, die ingang. Dat is de ingang van de kliniek. En dat is bij het grote publiek toch wel een dienst die zeer bekend is. Mensen kennen het Tropisch Instituut omdat ze als op reis gaan, moeten ze daar passeren voor hun prikjes. Ik heb professor Janssens nooit zelf ontmoet, maar ik heb daar steeds toch wel indrukwekkende verhalen over gehoord. Een man die met een sterke visie, die ook die moeilijke overgang gemaakt heeft van het koloniale Tropisch Instituut voor de jaren 60 naar het postkoloniale Tropisch Instituut. En dus heel die omwenteling van een missie die aanvankelijk eind van de jaren 50 nog gericht was op vrijwaren van gezondheid van kolonialen, maar in het eind van de jaren 80 toch ook met heel wat investeringen voor de zwarte bevolking, naar een heel andere epoche, waarbij al die landen onafhankelijk werden en er dus een heel andere verhouding was met de Afrikaanse. Biomedische wetenschappen, parasitologie, microbiologie, vectorbiologie, een beetje moeilijke termen, werken daarin mensen zoals Mark Kozemans, de muggendokter, die af en toe wel eens in het nieuws komt de laatste tijd. Zika enzovoort. Dus er is iemand die muggen bestudeert en die ook bestudeert hoe je die kan controleren met muggennetten. En die muggennetten moeten behandeld worden met insecticiden. En welke insecticiden? Want je hebt weerstand tegen insecticiden, dus daar moet onderzoek naar gebeuren. Wat is het beste inderdaad om die muggenpopulatie onder controle te krijgen? Iets dat zeer belangrijk is ook vandaag met die epidemie van Zika in Latijns-Amerika, waar jullie dat wel gezien hebben, dat mensen van de gemeenten overal zo'n beetje gaan. Dat is het departement biomedische wetenschappen. Zoals elke academische instelling zijn er eigenlijk drie grote pijlers. Het Tropisch Instituut doet onderzoek, gefinancierd door de Vlaamse overheid, gefinancierd door internationale organisaties, door de Europese Commissie, door UNICEF, door de Wereldgezondheidsorganisatie. Meer en meer competitief onderzoek. Het levert ook heel wat onderwijs, ik kom daar straks op terug, dat is een van de kerntaken nog van het Tropisch Instituut, van mensen op te leiden. En tenslotte dienstverlening, een dienstverlening naar de samenleving toe. De medische dienstverlening is de meest voor de hand liggende, maar er is ook dienstverlening naar de Belgische ontwikkelingssamenwerking, of Belgische, of Europese, of internationale niet-governementele organisaties, die eigenlijk de expertise van het Tropisch Instituut, inhuren om hen bij te staan op een wetenschappelijke manier met de dingen die ze doen. Dus onderzoek, onderwijs, dienstverlening, en die drie zijn vaak ook een beetje vervolgd. Dit is een internationale masterscursus, dat is een heel ander publiek. Dat is een cursus die georganiseerd wordt door het departement Volksgezondheid, door ons departement waar ik werk, die ruim 50 jaar bestaat, waarbij mensen uit het zuiden komen. Dus niet jonge Belgische artsen pas afgestudeerd, die voor Artsen zonder Grenzen willen gaan werken, maar mensen die uit Afrika komen, uit Azië, uit Latijns-Amerika, en die bij ons een volledig jaar komen studeren. Het verschil met die postgraduaatcursus, dit zijn mensen met ervaring. De gemiddelde leeftijd is ongeveer 35 jaar, dus die hebben 10 jaar gewerkt. En die zitten dikwijls op mid-level, zou ik zeggen, hè, posities in hun gezondheidssysteem. Die zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de publieke gezondheidszorgsector, of die zijn verantwoordelijk voor bestrijding van bepaalde ziekten, of die werken in een internationale organisatie. Goed, en die komen bij ons een volledig jaar om een opleiding te krijgen in organisatie van gezondheidszorg. We zijn bezig met een sociaal programma op te maken en men kan dus het Tropisch Instituut ook bezoeken. Ja. Ik wil jullie allemaal uitnodigen in de vestibule, of er nog een glaasje geschonken.